Stier, welkom bij jullie maantraining voor augustus. We zitten al op de helft van de maand, dus we gaan kijken wat mag er nog naar voren komen voor jullie. En het is een, de reading hoeft niet te resoneren met iedere stier. En het is voor iedereen die stier in zijn zon, maan, ascendant heeft of een andere plaatsing. Of wanneer je geïnteresseerd bent in stier natuurlijk. Iedereen is welkom. We gaan meteen beginnen met de tea leaves. Onder op het dek stier hebben we een wensbordje. Een wens zal in vervulling gaan. Dus het universum heeft je wens gehoord. Als je iets probeert te manifesteren, een wens zal in vervulling gaan. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld stier voor de maand augustus. Ja. Oeh, we hebben een gebroken ring. En dit was ook de energie die tijdens het voorschudden naar voren kwam. Parting of the ways in either romance or business. Dus ik heb het gevoel, voor sommigen van jullie lig je in een scheiding of ga je wisselen van de werkplek. Een andere baan, zie ik. En dit kan voor een aantal mensen gelden, maar er is een gebroken ring. En ik zag net de boodschap, iemand zal uit je leven gaan. Een lege stoel, zag ik stier. Je kunt te maken hebben met een vrouw met donker haar of een donker uiterlijk. En voor de vrouwelijke kijkers, het kan gaan om een jongere man. En het kan natuurlijk ook eenzelfde seksrelatie zijn. Maar er gaan veranderingen plaatsvinden in je leven, stier. We hebben hier de maan. Grote veranderingen in jouw leven. We hebben ook coins, munten onder op het dek. Er komt geld naar je toe. Er komt geld naar je toe. En ik zag ook dat de carrière deze maand heel erg belangrijk is voor je stier. Kijk, we hebben hier een gavel. Involvement with the law. Dus het kan zijn als je in een scheiding ligt. Of als je van baan gaat veranderen. Dat er nog wat dingen wettelijk geregeld moeten worden. Dat je in een soort van afsluitende fase van iets zit. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld stier? We hebben de maand februari. Dus februari kan een belangrijke maand zijn geweest. Waarin er knopen zijn doorgehakt, beslissingen zijn gemaakt. Maar ook aankomende februari 2024 kan een belangrijke maand worden, stier. Te maken hebben of een relatie hebben met een man. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel in zijn leven een man. Waar een soort van connectie of een relatie mee is. Maar dit is iets wat deze maand dus belangrijk kan zijn. Onder op het dek hebben we een sleutel, stier. Succesvolle uitkomst voor je problemen. Er komt een succesvolle uitkomst voor je problemen. En daaronder ligt te maken hebben van een relatie met een jongere vrouw. Het kan zijn dat je op dit moment aan het wachten bent op nieuws over iets, over een situatie. Van de kracht van liefde hebben we de kaart losmaking. Na het voorschudden op jullie energie. Je laat oude patronen en ideeën die niet langer je hoogste idealen van liefde dienen los. Loslaten van oude patronen en ideeën. Wat mogen we nog meer ontvangen? Dat kan dus ook weer te maken hebben met het loslaten van een relatie, een connectie die je hebt. Stier. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Eenheid. Je begrijpt dat liefde die wordt gedeeld met anderen wordt versterkt en een rimpeleffect heeft in het universum. Dus liefde die je deelt met anderen brengt ook weer liefde en het versterkt de liefde. We hebben vrijheid. Je laat alle zelf opgelegde ervaren beperkingen los door de liefhebbende energie van openheid. Dus loslaten van, we hebben hier oude patronen, ideeën die niet langer je hoogste idealen van liefde dienen. En alles wat je jezelf opgelegd hebt, beperkingen die je jezelf opgelegd hebt, loslaten. Onder op het dek hebben we de kaart loyaliteit. Je betrouwbaarheid demonstreert je liefdevolle gevoel van devotie en integriteit. Dus loyaliteit, betrouwbaarheid. Devotie, toewijding en integriteit. Ook loyaal blijven aan jezelf, krijg ik door. En van de
Wijsheid van het orakel hebben we onder op het dek. Kaart nummer 49, vereenvoudigd tot 13 tot 4. Het is de kaart observeren. Dus observeren, niet meteen een oordeel vellen. Maar een situatie vanuit een afstand bekijken om zo het grotere geheel te zien. Stier is heel erg belangrijk. Welke boodschap mogen wij nog meer ontvangen, universum? Voor sterrenbeeld stier. In cirkels ronddraaien. En blij en gelukkig. Ruimte maken. Je kunt het gevoel hebben dat je in cirkels bent blijven ronddraaien. Kaart nummer 25 en 26. Dus ja, twee kaarten die elkaar opvolgen. En ik pak de boodschap erbij. De wezenlijke betekenis van in cirkels ronddraaien is steeds terugkerende gebeurtenissen wanneer je een les nog niet hebt geleerd. Je wordt uitgedaagd om de cyclus te doorbreken, een patroon vanuit een nieuw gezichtspunt te bekijken. Ja, en dat zagen we ook met die kaart observeren, het grotere beeld krijgen, iets vanuit een nieuw gezichtspunt bekijken en je losmaken van een bepaald patroon, dit doorbreken. Wanneer je deze kaart hebt getrokken, lijkt het misschien alsof je achteruit bent gegaan. Maar de waarheid is dat je verder bent gekomen en de omstandigheden nog eens goed bekijkt. Je leert iets, je doet iets beter en je doorbreekt iets wat je in het verleden bent begonnen. Je hebt een helikopterview en ziet nu welke stappen je hebt gezet, welke wijsheid je hebt verkregen en welke lessen je hebt geleerd. En voor de relatie is deze boodschap, vraag je je af hoe je hier nu weer terecht bent gekomen. Komt je iets heel bekend voor in je relatie tot anderen? Misschien een beetje te bekend? Wees niet verrast als je ontdekt dat een oud verhaal zich herhaalt met hetzelfde type persoon. Het lijkt misschien of dit niet zo is, maar je werd door hem haar aangetrokken omdat zijn haar doen en later je zo bekend voorkwam. Je relatie is een mengeling van wat goed voor je is en wat je eigenlijk uitdaagt. Deze persoon heeft je aangetrokken omdat Spirit je juist op een geleidelijke manier tot een beter inzicht wilde laten komen. Misschien heb je rondgedraaid om iets wat je bekend voorkwam, een vertrouwde plek. En dat is goed, omdat je de dingen weer opnieuw moet doen, alleen deze keer anders. Want je hebt je iets belangrijks geleerd sinds de laatste keer. Hoe handel je nu je dit bewust bent? Blijf nieuwsgierig en voel je er niet schuldig over. Ja. Blij en gelukkig. Blij en tevreden zijn. Een gevoel van vervulling. Een gevoel dat alles goed is. Je wensen worden nu moeiteloos vervuld. Ontdek de vreugde van het moment. Wat er ook gebeurt en wees tevreden met de dingen zoals ze zijn. Je hebt geen verlangens meer en kunt de bevrijding ervaren die ontstaat wanneer je gewoon ieder moment gelukkig bent. Want je hebt voor geluk gekozen in plaats van ernaar te verlangen. Het is nu tijd om je gewoon blij te voelen omdat je blij bent en om tevredenheid te ervaren. En dit komt niet van buitenaf. Het is het resultaat van je verbondenheid met het plan dat Spirit voor je leven heeft. Alles is goed. Het is nu het juiste moment. Geniet daarvan. En de boodschap voor de relatie. Er zijn momenten in een relatie dat het gewoon goed voelt en je hart helemaal openstelt. Om vrienden te zijn, lief te hebben en voor een ander te zorgen zonder er iets voor terug te willen. Dit is het soort geluk dat je gewoon wilt delen. Wanneer je deze kaart hebt getrokken, vertelt deze je dat je nu blij en tevreden kunt zijn. Niet ergens anders of ergens in de toekomst. Hier is het gras het groenst. Wees dankbaar en geniet van je relatie. En als je op zoek bent naar een relatie, wees nu gelukkig. Want dat trekt meer geluk aan, net zoals de bij wordt aangetrokken door de honing. Wauw. Ik leg ze hier neer en we gaan kijken met de tarot wat jullie boodschap is, stier. Oh, ik zet ze hier neer. Hier is nog plaats. Onder op het dek de kelken 9, een kaart van wensvervulling, dankbaarheid, tevredenheid, genieten. Een hele mooie kaart. En daaronder ligt wel de maan en de staven 5. Ja, dit zijn angsten. Niet zien hoe een situatie zal gaan. Gestrest voelen. Ja, wat onrust. Onduidelijkheid. Ja, wat emotionele verwarring. Maar het heeft ook te maken met de situatie waar je op dit moment in ziet. En je ziet misschien nog niet
dat dit eraan komt, die kelken 9. Want het kan zijn dat je nog in een situatie van conflict zit. Meningen die botsen, externe partijen die zich mengen in een situatie waar je in zit. En je ziet geen vooruitgang. Maar dat is dus hetgene wat je nog niet ziet. Je zult die problemen succesvol overkomen, stier. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Wat is de belangrijkste boodschap of boodschappen voor sterrenbeeld stier voor de maand augustus? Wat zijn de belangrijkste boodschappen voor sterrenbeeld stier? Ja, dank u wel. Nog één kaart voor sterrenbeeld stier. Pentakels 9, single energie. Iemand die gefocust is op zichzelf. Keuzes maken die goed zijn voor zichzelf. Ook iemand die gefocust is op zijn financiële situatie. Hardwerkend. Ambitieus. Ja, carrière kan heel belangrijk zijn, zoals ik al zei. Ridder van Staven. Heel gedreven, heel gepassioneerde energie. Boogschutter energie met de Ridder van Staven. Pentakels 9, jullie eigen energie. Stier, maar steenbok. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor sterrenbeeld stier? Ramenergie. De dwaas. Een nieuwe start. Risico nemen. In het diepe springen. En dit is weer een kaart van optimisme. Een nieuwe start, ja. En probeer niet al te impulsief te zijn, stier. Met de Ridder van Staven. Dit kan iemand zijn die ook wat impulsief is of roekeloze beslissingen maakt. Zijn gedrevenheid, zijn passie, zijn hart volgt, het avontuur induikt. Maar niet nadenkt over bepaalde gevolgen van tevoren. Dus zorg dat je wel inderdaad nadenkt. En niet geen dingen doet waar je later spijt van kan krijgen. We hebben de aas van kelken. Wauw. Met de kelken 10. En de kelken 2. Soulmate energie. Ja, 3 kaarten van liefde. Een nieuwe start. Een nieuw begin. Kelken 10. Happily ever after. Een gelukkig huwelijk. Een gelukkige relatie. Liefde. Ik heb het gevoel, als dit nog niet in je leven is op dit moment, dat je inderdaad de liefde zult gaan vinden. Het kan een boogschutter of een ram zijn. Wauw. En ik zie daaronder jullie eigen energie, de Ridder van Pentakels, die langzame energie. Wauw. Kelken 10, onder op het dek. Universum, waarom ligt die kelken 10 hier? Kijk, we hebben nu nog de leeuwkaart, kracht, de kracht. Dus je kunt in een situatie zitten, ja, wat heel veel kracht van je vergt. Of moed, durf, kan het ook mee te maken hebben. Dit is het temmen van je innerlijke beest. Het kan zijn dat je nog iets aan het afronden bent, een bepaalde situatie of relatie. En het kan ook zo zijn dat je dus al iemand in je leven hebt die je heel gelukkig maakt en waarmee je inderdaad een toekomst ziet. Waar ligt hier de kelken 10? Waarom ligt hier de kelken 10? Je kunt ook inderdaad wat onzeker zijn, moeite hebben met een bepaalde stap zetten of inderdaad het risico nemen. Kan te maken hebben met je financiën. Waarom ligt hier de kelken 10? Zwaarde 5. Een kaart van zelfsabotage krijg ik meteen door. Maar dit heeft ook te maken met conflicten of een verlies. Negatief denken wellicht. Of juist die energie van ik wil winnen kosten wat het kost. Ik geef niet op. Waarom ligt hier de kelken 10? Het oordeel. Oeh. Pentakels 3. Stier. We hebben de zwaarde 6. Naar kalmer vaarwater gaan. Zwaarde 3. Pijn, verdriet, gebroken hart. Derde partij wellicht. Je kunt te maken hebben met 2 personen, stier. Of degene met wie jij te maken hebt, heeft te maken met 2 personen. Maar daar is een bepaalde connectie, een verlies geweest, conflict geweest. En iemand wil een tweede kans hier.
Iemand ziet een toekomst met een ander. Waarom ligt hier de pentakels 9? Iemand is single. Oeh, ja. Single energie. Ridder van staven weer. En die ligt hier ook. Ja, iemand waar je heel veel passie voor voelt. En of iemand voelt heel veel passie voor jou. En wil actie ondernemen. Nu jij wellicht single bent. Of deze persoon single is. Waarom ligt hier pentakels 9? Dit kan ook passie zijn voor een carrière of voor een baan die je heel erg gelukkig maakt. We hebben de pentakel 7. Kaart van wachten, reflectie, nadenken. Nog geen actie ondernemen. Wat zijn mijn volgende stappen? En het kan zijn dat je dus wat impulsief gaat zijn met die ridder van staven. Maar dat is iets, iets of iemand waar je heel veel passie voor voelt. En er is een tijd overheen gegaan met die pentakel 7. En dan jullie eigen energie, de hoge priester. Het volgens het boekje willen doen. Dit is een kaart van toewijding, een kaart van contracten. Ja, dit kan een kaart zijn van het huwelijk. Dus zoals ik zei, het kan voor sommigen van jullie zijn dat je een lange relatie gaat. Ja, je zit in een eindfase of een huwelijk. Waardoor je weer single zult zijn. Maar waardoor je ook geen actie hebt kunnen ondernemen op in een andere situatie of voor wat betreft een andere persoon. Waarom ligt hier de ridder van staven? De ridder van staven. Koning van zwaarden. Oeh, iemand wil gaan communiceren. Ja, en het kan dus iemand zijn die onderweg is naar jou. Of jij wil een tweede kans bij iemand. En je wil gaan communiceren. Dit is een hoofd over hart beslissing maken. Maar dit is rechtvaardigheid. Objectiviteit. Vertrouwen op je innerlijke wijsheid. Recht door zee. Waarom ligt hier de ridder van staven? Oeh, de kelken 2. Ja, soulmate energie. En een soulmate hoeft niet een liefdesrelatie te zijn. Alhoewel ik dat wel heel sterk hier voel met deze kaarten. Maar het kan ook een vriendschappelijke relatie zijn. Of het kan te maken hebben met collega's. Familieleden. Zeker met de kelken 10. Er kan conflict zijn geweest binnen de familiesfeer. En iemand wil het goed maken. Of jij wil het goed maken met iemand. Ja, iemand wil niet opgeven met de staven 9. En we hebben de staven 6. Leeuwenergie. Ram, leeuw, boogschutter. Boogschutter, ram. Heel sterk. Iemand wil een overwinning behalen. En ik zie dus ook inderdaad je gedrevenheid, je passie op carrièregebied gaat je succes brengen. Het kan zijn dat er inderdaad dat je erkenning krijgt, beloning of een promotie gaat krijgen. Dat heeft alles te maken met het blijven volhouden. En de kelken 2 is dan inderdaad die spiegel. Datgene doen waar je hart ligt, waar je passie ligt. Niet opgeven, een plan hebben voor de toekomst waar je aan hebt gewerkt of waar je aan het werken bent nog steeds. En een beloning krijgen of het succes behalen. Waarom ligt hier de staven 6? Dat kan te maken hebben met je financiële situatie die vooruit gaat. Lessen die je geleerd hebt in het verleden, ervaringen, werkervaringen die je hebt opgedaan. Meenemen. Waar ligt hier de staven 6? Maar de pentakels 9 is iemand die heel zelfvoorzienend is. Iemand die van niemand afhankelijk is. En zeker niet als het gaat om financiën. En je hebt hard gewerkt. Je hebt heel veel inzet getoond. Je hebt heel veel moeite gedaan. Je hebt heel veel geïnvesteerd ergens in. En ik heb het gevoel dat nu daar beloning van kan komen. Waarom ligt hier de staven 6?
Staven 2, er wordt je iets aangeboden. Staven 2, waardoor je ja, aan het kijken bent. En als er niks aangeboden wordt, heb ik het gevoel dat je ja, op een soort van kruispunt staat. En nadenken bent, welke richting, welke mogelijkheden zijn er voor me en plannen. Het kan ook iets zijn waar, wat je al aan het plannen was. En waar nu dus inderdaad eindelijk vooruitgang gaat zijn. Beweging, staven 6. Oeh, de zonkaart. Wauw. En de pentakels 2. Ja, dit is de voor's en tegen's afwegen met de pentakels 2. En het kan dus ook te maken hebben met twee personen hier, zoals ik al eerder aangaf. Je kunt te maken hebben met een leeuw, heel sterk leeuw, staven 6 is leeuw, zonkaart is leeuw. Dit is een soort van bevrijding, helderheid krijgen, een groen licht om verder te kunnen gaan, om actie te kunnen ondernemen. Dit is een nieuwe start, optimisme, positiviteit, maar dit staat ook voor inspiratie. En het heeft ook te maken met kinderen. Dus je afweging die je maakt om een stap te zetten in een bepaalde richting kan ook te maken hebben met kinderen. Kinderen kunnen van invloed zijn inderdaad op een beslissing die je gaat maken. Het kan ook zijn dat er een wettelijke beslissing gemaakt gaat worden over kinderen. Waarom ligt hier de dwaas? Maar als er inderdaad een wettelijke beslissing gemaakt wordt, ik heb het gevoel dat het iets is wat je heel blij maakt, heel gelukkig maakt. Waarom ligt hier de dwaas? Ja, iets waar je zorgen over maakt. Een risico nemen. Dit kan ook met spijtgevoelens te maken hebben. Iets waarover je, ja, je naar je hoofd grijpt, 's nachts wakker ligt. Hoe ga ik iets aanpakken? Ja, hoe ga ik communiceren? Wat gaat mijn eerste stap zijn met die schildknaap van pentakels? Je wil iets aanbieden aan iemand. Of dit heeft te maken met iets wat jou aangeboden wordt. Waarover je in het hoofd zit. Waarom ligt hier de zwaarde 9? De maan. Angsten, onduidelijkheid. De dingen zijn niet wat ze lijken. Maar vooral heel veel ja, onrust en stressgevoelens aan jouw kant hier. Waarom ligt hier de zwaarde 9? Angst om een volgende stap te zetten. Ja, er is geen helderheid. Er is emotioneel verwarring wellicht. Onzekerheid ook, heb ik het gevoel. We hebben de staven 3. Ja, dit is wachten tot je succes binnenkomt. Dit heeft ook te maken met een vertrek en aankomst. Voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met op carrièregebied een stap maken. Naar een andere locatie waar je dus zorgen over maakt. Maar we hebben hier de magier. En we hebben hier de duivelenergie. Ik heb het gevoel dat dit jullie eigen energie kan zijn. Tweelingenergie hebben we, vissenenergie en steenbokenergie met de duivel. Je hebt sterke emoties, diepe emoties voor iemand. Iemand die je wil manifesteren of iets wat je wil manifesteren. Iets waar je heel erg over na aan het denken bent. Heel strategisch met de magier. Oeh, de duivel. Ja, dit kunnen ongezonde patronen zijn. Losmaken van ongezonde patronen. Dit kan ook een relatie zijn waar je nu in zit. Maar dit kan ook mind games zijn met die magier. Communicatie. Angst, onzekerheid. Maar je hebt alles in huis om iets te laten slagen. Om het succes te behalen. En daar is onzekerheid over. Ik heb het gevoel dat er onzekerheid is bij jezelf met die duivelenergie. Kijk, we hebben de wereldkaart. Je hebt voldoende ervaringen, voldoende lessen geleerd. En als het gaat om een baan, inderdaad, je hebt de ervaring om iets nieuws tot een succes te maken met de wereldkaart. Het kan dus ook te maken hebben met reizen.
waar je dus je twijfels over hebt. Het kan zijn dat je daardoor familie of kinderen langere tijd niet zult zien. Waarom ligt hier de duivel? De duivel kan staan voor een blokkade. En dit is waar je zorgen over maakt. De duivel heeft te maken met een nieuw begin, een nieuwe start. De kelken aas. Waar ligt hier de duivel, verstier? De duivel. Staven 8, een kaart van hele snelle vooruitgang. Passionele berichten. Waar ligt hier de duivel? En ja, hier is het al, dus waarde 2. Situatie niet zien voor wat het is, of niet willen zien voor wat het is. Geen helderheid hebben, geen keuze kunnen maken. Negatief denken. En op die manier ook die stress, die onrust manifesteren in je lichaam. Dus kijk, we hebben hier eenheid. De liefde die wordt gedeeld met anderen wordt versterkt. En laat alle zelf opgelegde ervaren beperkingen los door de liefhebbende energie van openheid. Dit is iemand die zich afsluit en zichzelf keert, nadenken is over 2 opties. Maar er ligt een hele mooie derde optie achter deze persoon. En het enige wat ze hoeft te doen is haar blinddoek afdoen en zich om te draaien. Dit is iets wat je niet ziet. Je bent je zoveel zorgen aan het maken. Maar dan word je iets aangeboden met een sterkaart, een wensvervulling. En het is misschien nodig om te healen van bepaalde patronen waar je aan vast blijft houden. Patronen die je van kind af aan of uit een vorig leven zelfs hebt meegekregen. Dit kan ook te maken hebben met manieren waarop je in een relatie staat. Kijk, er wordt je iets aangeboden. De kelken 4. Ridder van kelken. Schildknaap van staven. En weer een leeuwenergie. Ram, leeuw, boogschutter. Koningin van staven. Maar wat is wat je moet opgeven? Wat is het wat je moet doorbreken, stier? En probeer inderdaad na te denken voordat je je ergens instort. Probeer het grote geheel te zien van een situatie. In plaats van impulsief ergens op te reageren. En dan, ik heb het gevoel dat dat ook te maken heeft met een bepaald patroon. Ergens heel impulsief op te reageren, ergens in te springen. Voor er goed over te hebben nagedacht. En uiteindelijk blijf je dan achter met een hele hoop kopzorgen met die zware 9. Kijk, deze schildknaap van Pentakels zorgt dat hij of zij eerst iemand goed leert kennen. Dit is een student. Iemand die leert. Iemand die langzaam stapjes vooruit zet. Zijn pentakel tot in detail bekijkt. En je kunt je in een situatie bevinden waarvan je denkt, hoe ben ik hier inderdaad terechtgekomen? Dit is iets wat je zelf hebt gemanifesteerd. Het kan ook te maken hebben met ego. Dus stier. Ja, dit is de boodschap die er voor jullie naar voren komt. Ik heb ook de weg naar je levensdoel geschud. En de architect is de boodschap voor jullie. Dus die ga ik erbij nemen. De architect. En tijdsbestek is 8 maanden. De architect 8 maanden. Jouw karmische afkomst is die van architecten. Je bent een ziel met een zeer sterke wortelchakra. En je hebt ook een heel sterk aura. Je gidsen vertellen je dat je voorzichtig moet zijn met je vrije wil, omdat de wet van de aantrekking heel sterk voor je is. Als je negatief bent, worden de blokkades erg sterk en groot. En als je positief bent, vallen alle synchroniciteiten heel snel op hun plaats. Je bent een ziel die een echte kracht heeft om te scheppen en je levensdoel is om zelf iets te creëren. Je mag zelf kiezen in welk domein je dit doet, maar je bent gemaakt om te scheppen. Je bent daar ondanks een moeilijke jeugd in geslaagd om een grote veerkracht op te bouwen. Je ontplooiing is verbonden met het feit dat je de dingen volledig zelfstandig doet. Het is essentieel voor je ziel en voor je energie. Je kan het moeilijk vinden om te delegeren. Twijfel vooral niet aan je innerlijke schoonheid en je innerlijke kracht.
Je bent tot grootste dingen in staat als je vertrouwen hebt in jezelf. Je kan vooruitkomen door in jezelf en je projecten te geloven, stier. De datum 8 maanden. Je gidsen vertellen je dat de realisatie van je professionele projecten binnen hooguit 8 maanden wordt bereikt. Je gidsen zeggen dat je je lange tijd hebt verzet tegen verandering, omdat ze je beangstigden en omdat je dacht dat je niet in staat was om te realiseren wat voor jou belangrijk is. Je moet gemotiveerd blijven en je vooral blijven inzetten voor wat je belangrijk vindt. De komende 8 maanden zullen intens zijn, rijk aan verschillende ervaringen en bewustwordingen. Je zal veel zaken in twijfel trekken, maar zo zal je je kunnen concentreren op wat belangrijk is. Het zal je in staat stellen nieuwe prioriteiten te stellen. De komende 8 maanden zijn een nieuwe weg naar jezelf en naar de concretisering waar je op zit te wachten. Wauw. Ja, en dit komt eigenlijk helemaal overeen ook met de reading. De boodschappen die in de reading naar voren kwamen. Dus stier, dit was jullie reading. Als het resoneert, geef mijn video een like. En ja, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. Het is gratis. En druk dan op de bel, zodat je geen enkele reading mist. Mocht je een persoonlijke reading willen aanvragen, dat kan allemaal via de website. Staat ook op mijn kanaal meteen in de beschrijving en onder de video's. Dus ja, stier, heel veel liefde en licht, heel veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn. En tot de volgende keer. Dag!